Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe video van de G-Eventing. Wij zijn vandaag op concours op de Eventing in Hellendoorn. En we hebben gisteren alvast de cross verkend, dat zag er zo uit. En ik zou vandaag meedoen met Dippy en ik zou met een vriendinnetje rijden met Lisa. Maar er zijn wat dingen veranderd en we hebben gewijzigd, want we rijden vandaag met Klaas. En op dit moment kwam Lisa eraan vertellen dat we moesten opschieten. Maar wat ik dus wou vertellen is, de afgelopen week gaat het niet zo heel top met Dippy. Zoals je net aan de foto's kon zien van het crossverkennen van gisteren, stond er best wel een pittige cross. Eigenlijk nog veel te moeilijk voor Dippy. Ook al hadden we de 40-50 centimeter opgegeven. Dus heb ik besloten om het paard te wijzigen. Ik heb gisteren ook nog even Klaas kunnen rijden. Het paard van Lisa dus. Dat gaan we nu even kijken. En Klaas is echt een schatje. Hij heeft nog niet veel crosservaring, maar we gaan zien hoe hij het vandaag doet. Het gaat vooral omdat ik weer plezier heb in het rijden en een beetje vertrouwen krijg. Dus iedere hindernis die we springen is mooi meegenomen. Veel plezier, hè? Dank je. Dat is belangrijk. Ze genieten en ademhalen.
Goed zo. Nee, stap hem blij. Goed zo, Klaasje. Zachtjes. Goed zo. Thank you.
En zoals je misschien wel kon horen, heb ik zeker genoten. Ik heb verder niet meer veel gefilmd deze dag. Maar ik vond het superleuk om weer een keer op een crossbar te zitten en te kunnen crossen. Het gaf zo'n fijn gevoel en daar ben ik zo blij mee dat ik dat er eventjes kon voelen. En je hebt me echt de halve weg horen lachen en ik heb de slappe lach gehad. Dus ik heb echt intens genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze video. Vergeet deze video vooral niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik gauw weer terug te zijn met nog veel meer eventing video's. Doeg!